Nog een paar uurtjes, dan zit de Tilburgse kermis erop. De coronaversie van de kermis, met minder attracties op een paar pleinen in de stad. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg heeft geen spijt dat hij groen licht gaf voor het evenement, zei hij vandaag in onze zondagse talkshow Kraak. Tilburgse kermis kreeg dit jaar veel kritiek, onder meer omdat mensen het er te druk vonden en veel bezoekers zich niet aan de coronaregels leken te houden. Toch staat de burgemeester achter de beslissing om de kermis in afgeslankte versie door te laten gaan. Toen we dat besluit hebben genomen, zo die laatste week van juni, ja, zou ik het weer doen. En ook de cijfers van begin deze week hebben dat beeld bij mij niet veranderd. Want dan moet je ook goed naar die cijfers kijken. Daar staat dat de meeste besmettingen ontstaan binnen huis, bij contacten die mensen hebben met elkaar in een gesloten omgeving, niet buiten. Geen spijt van die kermis. Nee, zou het zo weer doen? Met de kennis van toen. Hè? Maar met de kennis van nu? Met de kennis van nu zou het al een andere discussie geweest zijn. Volgens de burgemeester zijn er genoeg maatregelen genomen om het niet te druk te laten worden op de kermis. En hij vindt ook dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dus je kunt op de kermis zijn en daar is een gebied afgebakend waarbinnen iedereen op anderhalve meter kan zijn. Natuurlijk is dat in de praktijk niet zo, want je gaat stilstaan bij een attractie en dan sta je dichter bij elkaar. Maar dan geldt die moeilijke regel die we met z'n allen moeten handhaven. Houd die anderhalve meter afstand en als je denkt dit is te druk, loop dan door. Ja, burgemeester heeft er dus geen spijt van dat hij de kermis liet doorgaan. Op de kermis zien sommige mensen dat anders. Ik denk dat de kermis niet door had moeten gaan. Op zich voor de mensen en de kinderen die er naartoe willen, vind ik het goed. Maar ja, voor mij had het niet per se hoeven. Het risico is natuurlijk wel groter met meer mensen op elkaar. Dus. Als ik zie wat er in de wereld nu rondom zijn weer gebeurt, dat het links en rechts toch weer oplaait, dan denk ik dat het beter was om het niet te doen. Maar niet iedereen denkt er zo over, want er zijn hier weer mensen. Hè? Ja, ik zit niet in een risicogroep, dus ja, ik ga gewoon. Ja. Op deze manier kan het. Het is goed voor Tilburgse kermis toch dat er iets gedaan wordt. Oh, je is heel close, heel close. Wat als u de burgemeester van Tilburg zou zijn? Dan had ik hem zeker niet door laten gaan. Nee. Maar dan had ik ook de mensen niet naar het buitenland laten gaan op vakantie. Het zal denk ik nog wel na de kermis gereviewd worden. En dan denk ik dat er toch binnen de gemeente veel mensen hadden gezegd van beter niet door kunnen laten gaan.